Wat leuk dat u een kijkje komt nemen bij deze online cursus Werven van Fondsen. Welkom, mijn naam is Otto Wijnen en als gids wijs ik u de weg door de verschillende lessen. Geld voor een project krijg je niet zomaar. Fondsen hebben allemaal hun eigen beleid en werkwijze en die passen ze voortdurend aan. Ze willen van alles van u weten. En dat is begrijpelijk, maar ja, als u een aanvraag doet, krijgt u opeens te maken met begrotingen, een dekkingsplan, een projectplan, met doelgroepen, communicatie en nog veel meer. Steunaanvragen bij een fonds is niet iets wat je zomaar even doet. Als je er niet dagelijks mee bezig bent, al helemaal niet. Het is veel werk en er komt veel bij kijken. Maar als u goed voorbereid bent, als u van tevoren goed op de hoogte bent, kost het veel minder tijd en energie en wordt fondsenwerven misschien wel leuk. In deze basiscursus doorloop ik met u de belangrijkste onderwerpen en thema's die bij fondsenwerving aan bod komen. Daar krijgt u mee te maken of u nu een grote of kleine organisatie bent en of u nu een kleine of grote donatie zoekt. In 7 korte lessen leert u meer over de aard en de principes van succesvolle fondsenwerving. De lessen bestaan telkens uit een kort introfilmpje, een theoriegedeelte en een zelftest. De lessen gaan over de onderwerpen die u hiernaast in het hoofdmenu ziet. Deze 7 onderwerpen komen aan bod. Financiering, case for support, dat is belangrijk, is misschien een nieuw begrip voor u. Definiëren van doelgroepen, rechtsvorm en bestuur, projectplan, begroting en dekkingsplan en het evaluatieplan. Nou, als je nou voor het eerst een fondsaanvraag gaat doen, dan is het zeker de moeite waard om alle lessen te volgen voordat u aan de slag gaat. Start dan dus met de les over financiering. En heeft u al enige ervaring en wilt u informatie over een specifiek onderwerp, dan kan dat natuurlijk ook, want de lessen staan op zichzelf. U kunt ze los van elkaar volgen. En bent u klaar met de cursus? Dan bent u vast een stuk wijzer geworden. En dan kunt u het geleerde meteen in de praktijk brengen. Ik wens u heel veel succes en leerplezier.